Ja, en zo ziet ieder boek er natuurlijk een stuk vrolijker uit. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise en misschien ken je mij wel van mijn eigen creatieve YouTube-kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik een DIY voor je waar je spullen voor gebruikt die je waarschijnlijk wel in huis hebt liggen. We gaan namelijk een unicorn boekenlegger maken. Ben je nou net als ik dol op knutselen? Geef deze video dan een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. De basis voor onze unicorn boekenlegger is papier en ik gebruik gekleurd papier. Maar als je dat nou niet hebt, dan kun je ook gewoon zo'n wit velletje printerpapier gebruiken en verf in een kleur naar keuze. Maar ik gebruik gekleurd papier. Daarnaast gebruik ik ook stiften, gekleurde stiften. Maar je kunt net zo goed een zwarte stift gebruiken. Dat maakt helemaal niet zoveel uit. En toevallig had ik nog van dit soort steentjes liggen. Die ga ik ook gebruiken om te versieren. Maar je kunt versieren ook bijvoorbeeld met je stift te doen, mocht je dit soort steentjes niet hebben. En daarnaast gebruik ik nog een lijmstift en een schaar. Ik begin met mijn papier en ik vouw een stukje van het papier dubbel, zodat onze boekenlegger wat steviger wordt. Mocht je nou printerpapier gebruiken, dan zou ik hem gewoon nog een keertje dubbel vouwen, zodat hij extra stevig wordt. Maar dit gekleurde papier wat ik gebruik, dat is al best wel stevig, dus dit vouw ik gewoon één keer dubbel. Dan knip ik het af en dat doe ik via deze lijn, zodat ik ook zeker weet dat ik recht knip. En dit papier wat we net gevouwen hebben, dat plak ik dicht met mijn lijmstift. Als ik mijn lijm heb gebruikt, dan vouw ik hem dicht en druk ik het papier overal even stevig aan. Dit leg ik even aan de kant en dan pak ik het restje papier van zo net er weer even bij. Hier vouw ik een klein stukje dubbel. Zo'n randje als dit is wel genoeg. En dan knip ik hier een oortje uit. En je kunt natuurlijk ook eerst even lijnen zetten met potlood als je dat fijn vindt. Ik vind het ook prima om het gewoon zo uit te knippen. En we hebben hem dubbel gevouwen, zodat we maar één keer hoeven te knippen. En dan hebben we twee oortjes die er precies hetzelfde uitzien. Voordat we die oortjes opplakken, pak ik er een beetje glitterpapier bij. Als je dat nou niet hebt, dan kun je ook gewoon gekleurd papier gebruiken. Of verf, of je kunt de binnenkant van het oortje inkleuren met een van de stiften. Maar ik had dit restje nog liggen, dus dat ga ik gebruiken. En met dit papier doe ik precies hetzelfde. Ik vouw weer een stukje dubbel. En daar knip ik het oortje, of eigenlijk de binnenkant van het oortje uit. En ik zorg ervoor dat hij net iets kleiner en smaller is dan wat we hier hebben gemaakt. Zodat het er op past. En als je dat er dan op hebt geplakt, dan ziet het er zo uit. Nu gaan we hierop nog een klein beetje lijm smeren. En dan plakken we onze oortjes achter onze boekenlegger. De oren zitten erop. Tijd om met het gezichtje bezig te gaan. Ik begin met de wangetjes en daar gebruik ik twee van dit soort glittersteentjes voor. Maar als je dit soort steentjes niet hebt, dan kun je gewoon stipjes maken als wangen met stift of met verf. Om de wangetjes op te plakken gebruik ik weer een beetje van mijn lijmstift. Een handig trucje om te zorgen dat je ze een beetje gelijk plakt is dat je ervoor zorgt dat je evenveel ruimte overhoudt hier als hier. Tussen het papier en het wangetje. Tijd voor de ogen. Ik gebruik hier een stift voor. Voor de ogen maak ik een boogje. En daar teken ik nog wat extra wimpers op. En dit herhaal ik aan de andere kant. En je kunt eventueel je boogje nog iets breder maken als je dat mooi vindt. Tja, en dan mist onze eenhoorn nog wel één ding. Een hoorn. Het is niet voor niets een eenhoorn natuurlijk. Voor de hoorn heb ik een stukje lila papier gepakt en die plak ik hier achter. Even goed aandrukken. En omdat ik toch al bezig was met die leuke steentjes, lijkt het me leuk om die ook weer hier te gebruiken. Maar dan kies ik ze wel een slagje kleiner. En ook deze steentjes plak ik op met een beetje lijm van mijn lijmstift. En dat is het! Je handige unicorn boekenlegger is klaar. En natuurlijk kun je ook nog variëren in kleur of zelfs in de vorm van de oren of hoe je de ogen tekent. Het is maar net wat jij leuk vindt. Je kunt er ook nog leuke doodles op tekenen. En als je nog leuke stickers of washi tape in huis hebt, kun je dat er natuurlijk ook op plakken. Ja, en zo ziet ieder boek er natuurlijk een stuk vrolijker uit.
Je kunt er ook nog leuke doodles op tekenen. En als je nog leuke stickers of washi tape in huis hebt, kun je dat er natuurlijk ook op plakken. Ja, en zo ziet ieder boek er natuurlijk een stuk vrolijker uit. Ik hoop dat ik je ook met deze video weer heb kunnen inspireren voor een DIY-project die je kunt maken met spullen die je waarschijnlijk wel in huis hebt. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En wil je nou geen enkele video missen, abonneer je dan op dit kanaal. Hopelijk zie ik je dan terug bij de volgende Action DIY. Doei!